sportief op de fiets naar het werk? Ja, dat klopt. Een van de makkelijkste manieren om het in te passen in het dagelijks leven. Maar dat lukt niet altijd. Ik probeer bewuste keuzes te maken in wat ik eet, in hoeveel ik beweeg en uiteraard in mijn ontspanning. Omdat, laat me raden, obesitas, vergrijzing... Dat noem je een aantal risico's, ja. Maar voor mij is het belangrijkste dat ik me goed voel. En dat geldt niet alleen voor mij. Vitale mensen voelen zich sterk en fit en zitten lekker in hun vel. Staan energiek op en hebben voldoende zin om van alles te ondernemen. Ze zijn gewoon gelukkiger. Lijkt me prettig voor een werkgever, vitale mensen. Klopt, de meeste winst is te behalen door te investeren in vitaliteit. Vitale mensen, klinkt aantrekkelijk en makkelijk. Is dat ook zo? Ja, werken aan vitaliteit heeft een positieve uitwerking. Het voorkomt verzuim en het verhoogt de arbeidsproductiviteit. Dit doe je als werkgever en werknemer samen. Als werkgever creëer je een prettige werkomgeving. En als medewerker ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen inzetbaarheid en vitaliteit. Werken aan vitaliteit is ook echt werken, maar wel op een leuke manier. Ja, werken op een leuke manier. Vertel. Nou, het is eigenlijk werken aan gedragsverandering. Onze aanpak is gericht op de verschillende fases daarvan. Voor elke fase hebben we een specifieke aanpak. De basis van onze aanpak is Werkbit, het vitaliteitsplatform. Een inspirerende omgeving met alles over vitaliteit. En wat ook leuk is, we organiseren een jaarlijks terugkerend vitaliteitsevenement. Hey, leuk! En voor wie is dat? Voor alle MKB in Nederland. Wat is het meest vitale bedrijf van Nederland? Een virtuele loopcompetitie. Motiverend en leuk om te doen. MKB6, het werk gaat door. Dus...